Zo, wat ik nou heb, dat, je hebt die meneer, die heeft hij al 35 jaar. Nee, 30 jaar. Ja, 30 jaar. 30 jaar. Dat is 30 jaar, dat is best wel veel. Hij komt 81. Hij gaat mee en ik mag rijden. En hij gaat ook filmen dan, want dan, anders gaan jullie allemaal, hoor, je mag niet filmen. Als je aan het uit te rijden bent, nou, dat doen we dus wel. Hij neemt hem even over van me. En dan lekker praten en zo. Nou, vertel de historie. De historie van deze auto. Hij is nieuw geleverd in Nederland. Dus is een origineel Nederlands kenteken uit 81. Heeft toen op het QA-terrein gereden in Pernis. Als serviceauto. En in 1988 is die verkocht en gekocht door een Rien van der Wal uit de Maasdijk. Wat leuk allemaal, die zaal. Ja, dat is juist mooi. Dat je en de auto was uitgeleverd met een zescilinder handbak. Ik kan de radio helemaal niet uitzetten, helaas. Nee, dat geeft ook niet. Hij is niet zo hard. Zorgeer dat niet? Nee, de batterijtjes leeg van de afstand. Oké, nou, gaan we gewoon dus, verder. Ja. Hij had wel een steekproef, die auto. Ja. Nou, door een beste steekproef, hele goede steekproefcontroleur, man. Alleen, ja. Laten we het daarbij houden. Ja. Ga nou even een beetje houden. Geef ik wat was. Oh, wat ruikt dit lekker, hè? Ja. Oh, dit ruikt. Nee, 88 gekocht door Rien van der Wal. Die heeft er een big block in gehangen. Mijn buurman kocht hem in 1990. Piet van Veen. Helaas leeft hij niet meer. Kom ik altijd vroeger als kleine jongen. Dus ik was 16 toen mijn buurman hem kocht. En toen mocht ik er al mee rijden. Dus vanaf mijn 16e rij ik om met deze auto. Wat ben je nu? Ik ben nu 47. Zou je niet zeggen. Nee, maar we hadden toen afgesproken, als ik 18, als ik mijn rijbewijs heb, mag jij die auto kopen van mij. Dus ik heb die auto van Piet gekocht. En ja, sindsdien rijd ik er nog steeds mee. In 97 heb ik hem helemaal gerestaureerd. Ik heb alle onderdelen nieuw gekocht. Amerikaan? Ja. En toen heb ik hem helemaal opgeknapt, gespoten, gedaan. Ook weer een nieuw big block gekocht. Ja. Elektrische ramen erin gemaakt. Airconditioning erin. Gewoon helemaal zoals die nu is. Want de meeste mensen die weten wel, die kennen mij wel met deze auto. Eigenlijk is die hier allemaal mee begonnen. Hij gaat omhoog. Ja, hij gaat omhoog. Hoe ken dat? Gaat dat zo weer goed? Met je hand even naar beneden draaien. Oh, zo. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee. Maar dus doordat ik deze auto helemaal gerestaureerd heb, is daar mijn werk van geworden. Dus van mijn hobby is mijn werk geworden. Dus ja, dat is deze auto, dus de rode draad door mijn leven eigenlijk. Zwarte draad? Ja. Ja, dat komt allemaal weer later. Dat komt ook wel weer. Maar dit is echt de basis. Een beetje lager. Ja? Iets lager. Ja? Zo. Nu gaat het goed. Hoor dat geluid is, hoe mooi dat geluid klinkt. Zo puur, ja. Zo ja. Mooi, zo. Ja. Dat begint de week helemaal goed. Maar ja, boven die steek, ja, die was wel goed trouwens. Ja. Had geen keus trouwens. Ja, het is gewoon een perfecte auto. Ja. Gewoon nieuw. Hoe lullig het? Gewoon nieuw. Nieuw. Even onder de hoed kijken. Want dat is mooi. Ja, mars. Ja. Neem er helemaal bij, ja. Dat is. Opgast. Ja, supermooi. Nou, we gaan hem even afsluiten, want we hebben al veel te lang. Hij doet het ook. Kun je nog even genieten. Kijk, dit is echt een mooie auto. Mooi geluid. Yes, hij is er echt zijn op. Er zit geen krasje in, er zit geen deuk in, er zit helemaal... Ja, ik wil niet bijna zeggen beter als nieuw. Dus... Dit is hem. Tot de volgende.